Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja, horen we op de radio? Ja, want we hadden helemaal niks van. Dat is papa. Dat is mijn papa, ja. Maakt toch niet uit. Ja,
Van de mens zonder gecultiveerde masker. En als u naar ons kijkt, dan ziet u waarschijnlijk dat wij wel maskers dragen. Als u heel goed oplet, dan ziet u ook dat de maskers soms nog heel bedekt zijn en soms al heel erg ver afgelegd zijn. Vroeg in de 20e eeuw geloofden mensen dat eigenlijk de kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw dat de ware emotie te vinden was in Afrikaanse maskers. Ik ben een beetje zenuwachtig hoor. En de Afrikaanse maskers waren dan ook een inspiratiebron voor heel veel kunstenaars om mee te werken. Denk bijvoorbeeld aan Pablo Picasso, waarschijnlijk wel een bekende naam voor jullie. En aan zijn Demoiselle d'Avignon. En Demoiselle d'Avignon is een van zijn bekendste werken waarin de Afrikaanse maskers ook daadwerkelijk werden afgebeeld. En het idee daarachter was dat de Afrikaanse masker, of dat de Afrikaanse kunstenaars nog niet verpest waren door alle scholing en door alle regels die wij als westerse mensen wel moeten hebben.
Goed. Dan heb je, wat dat betreft, als je gaat kijken naar het begin van de 20e eeuw, heb je ook de psycholoog Freud die heel veel invloed heeft gehad op de kunst. En de psycholoog Freud die heeft uiteindelijk gezegd dat wij door het gecultiveerde masker dat wij dagelijks dragen, doordat wij ons gedragen zoals wij denken dat er van ons verwacht wordt, dat wij uiteindelijk een verscheurd innerlijk krijgen. En om te zorgen dat, dat wij kunnen helen, ons echte persoon zijn en ons geluk kunnen voelen, moeten wij ons masker uiteindelijk af kunnen leggen. Nou, waarschijnlijk heeft u hier allemaal nog wel, misschien in heel groot, misschien ook gedeeltelijk een masker opstaan. Misschien niet te herkennen voor andere mensen, maar waarschijnlijk heeft u dat wel. En ik hoop naar aanleiding van deze expositie dat u dat masker gedeeltelijk durft af te leggen. Wat zou het fijn zijn als we ons masker dus echt af kunnen leggen? Het is wel, maakt ons kwetsbaar, maar het zorgt er wel voor dat we uiteindelijk onze kracht kunnen vinden in wie wij zijn. Maar wie zijn we dan werkelijk? Wie ben ik? Wie ben ik, wat wil ik? Als ik alles mag bepalen zelf, hoe ziet mijn leven er dan uit? Dat is best wel een beetje moeilijk. Waarschijnlijk hebben we nog nooit echt over die vraag nagedacht, omdat we normaal gesproken dat niet mogen. Als je gaat kijken wie ben je, Freud, om terug te komen op de psychologen, die heeft uiteindelijk gezegd, wij zijn flarden aan herinneringen. Dat betekent dat je bent een soort van verzameling van alles wat je in je leven hebt meegemaakt. En daar een combinatie van zorgt ervoor dat jij nu bent en dat je je nu gedraagt zoals je je gedraagt. Het is alleen wel dat op het moment als je al die dingen hebt meegemaakt, dat dat jouw heden dat beïnvloedt natuurlijk. Maar aan de andere kant, hoe je jouw verleden inzet in het heden, dat is wel aan jou. Je hebt daar een eigen keuze voor. Je mag zelf bepalen hoe je in het leven staat. Als je iets vervelends hebt meegemaakt, wil dat niet zeggen dat je nu een vervelend leven hoeft te hebben. Durf je jezelf onder ogen te komen? Dat is de vraag. En is het glas dan half leeg? Of is het glas half vol? I wake up in the morning, it's 7 a.m. So tired and I'm waiting for the weather to be clear and the things to get better, but it never stops raining. I waste my time away, and it's clear to all who know me that nothing goes my way. Though I stress myself to fight, it stays the same. Always stays the same. It always stays the same.
shape it. The way we look at things, we are responsible to all that comes our way. We can shape it. Schilderijen en beelden die precies hetzelfde doen. Dus eigenlijk heb ik hiermee de openingshandeling wel verricht. Dank u. Ik zie in uw ogen twee verschillende soorten blikken. De helft van u kijkt opgelucht met zoiets van gelukkig, we kunnen snel naar de bar. En de andere helft van de ogen lijkt te zeggen van, is dat nu alles? Zijn we daarvoor nou naar een oude steenfabriek in Gilze gekomen? Kijk, in een voetbalwedstrijd gebeurt over het algemeen in de tweede helft het meeste. Dus daarom ga ik de eerste helft van u teleurstellen. Nee, je kunt nog niet naar de bar. Mijn hoofd staat er niet naar, luidde de laatste regel van het korte versje. Het is wat ik in journalistieke termen een bruggetje zou kunnen noemen. Van het ene onderwerp naar het andere. Van de muziek naar de beeldende kunst. In het lied werd duidelijk dat de manier waarop je naar dingen kijkt kan afhangen van hoe je je voelt. Van hoe je hoofd staat, zeg maar. Als uw hoofd er niet naar staat, zult u vandaag alles wel bekijken, maar het niet echt zien. En dat zou jammer zijn. Maar als ik u zo eens bekijk, zie ik dat uw hoofden er wel naar staan. Misschien dat hier en daar een enkeling zijn schouders er nog even onder moet zetten. 12 kunstenaars exposeren hier 2 weekenden onder het motto Alle maskers af. Een mooi getal, 12. Ziet u ze maar als de 12 apostelen van de kunst van het kijken. Want een afgezet masker impliceert dat er gekeken kan worden. Niet alleen door degene die het masker afzet, ook door wie vervolgens kan zien welk gezicht er achter dat masker zit. En vooral welke ogen. Want ogen zeggen alles. Ze liegen niet. Laatst moest ik onderhandelen met 7 Arabieren. Nee, niet tijdens het wandelen, maar echt met veel papieren. Ik zorgde voor een keurig pak, een stropdas en een bril. Daarmee was ik op mijn gemak. Ja, ik weet wat ik wil. De Arabieren kwamen stil, heel keurig in hun laken, een theedoek op en ook een bril. Zo kon ik ze niks maken. En de vraag is nu natuurlijk, wie kwam er het best uit de onderhandelingen en vooral waarom? Iemand een idee? Niemand. De overwinning was voor de Arabieren. Want het laatste couplet luidt, ik heb diep voor ze gebogen, zij wonnen met een lach, omdat ik niet hun ogen en dus ook hun wil niet zag. Ik had mijn gewone bril op, de Arabieren ook, maar hun gewone bril is een zonnebril. De ogen zijn immers de spiegel van de ziel en laten zien wat je werkelijk denkt. Bij onderhandelingen wil je niet dat de wederpartij kan zien dat er nog meer in het vat zit. Dus onderhandelen Arabieren het liefst met een zonnebril op. Wie ogen kan lezen, kan gedachten lezen. De beste pokeraars verbergen hun ogen. Of ze zijn in staat iets anders uit te stralen dan ze werkelijk denken. Ik verzeker u, dat vereist veel training. Of een slecht geweten. Zei ik overigens net dat de ogen de spiegels van de ziel zijn? Hierin word ik gecorrigeerd door Cicero. Deze grote Latijnse redenaar en filosoof zag het net even anders.
Ik citeer in alle nederigheid: het gelaat weerspiegelt de ziel, de ogen verraden haar. Het is maar dat u het weet. De dikke vandalen trekt voor het woord oog bijna 2 volle pagina's uit, waarvan een belangrijk deel met seks wijzen. In het Nederlands spreekwoordenboek van Walter staan 36 spreekwoorden over ogen, 1 over zien, 6 over kijken en ja, ook nog 11 over blindheid. In datzelfde boek staan trouwens 11 spreekwoorden over kunst, waaronder: het is vaak groter kunst te zwijgen dan te spreken. Maar die vond ik niet zo interessant. Het meest geraakt tijdens mijn boekenspeurtocht was ik echter door een quote uit het wereldberoemde boek Le Petit Prince van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Daarin is te lezen: men ziet slechts goed met het hart. Het echt belangrijke kan men met de ogen niet zien. In deze wijsheid schuilt natuurlijk een heel gedicht, bestaande uit honderden strofen en zo diepgaand dat de Atlantische Oceaan er een knikkerkuiltje bij is. Daarom heb ik de afgelopen maanden zeer intensief zitten zwoegen om dit gedicht te schrijven. Maar gezien het tijdstip van de dag en natuurlijk ook omdat mij slechts 10 minuten zijn toebedeeld, zal ik u dit complete en alomvattende werk wel besparen bij deze en slechts volstaan met de laatste 8 regels. Vervuld van gedachten bij al wat gebeurt, beredeneren wat lacht en ook wat treurt. Angst voor de pijn en ook voor het verdriet, je kijkt het niet aan, want dat durf je vaak niet. Maar in aanwezigheid draait alles om. Zien zonder oordeel vertelt het waarom. Dan weet je precies wat het leven bedoelt, je voelt wat je ziet en je ziet wat je voelt. En hier raken we de essentie van deze expositie. We raken zelfs de essentie van kunst. Voelen wat je ziet en zien wat je voelt. Ik weet niet of u al stiekem heeft rondgelopen, maar ik wel. Ik kon trouwens thuis vanuit de luie stoel al heel veel zien, want curator Mirjam Groene is bepaald scheutig geweest met voorproefjes. En ze smaakte goed. Als u straks rondloopt, probeert u dan eens de gemoedstoestand van de geportretteerde te bepalen. U zult merken dat dit makkelijker is bij de beelden en schilderijen met open ogen dan bij de werken waar de ogen bedekt of weggedraaid zijn. In het laatste geval viel het me op dat het makkelijker was om dat alsnog bij een beeld te zien dan bij een schilderij. Het driedimensionale aspect zal daarbij een rol spelen. Wanneer ik echter 1 oog bedekte, verdween het verschil. Iedereen met een beetje verstand van de werking van ogen weet hoe dat komt. Wat ik u ook zou willen vragen is: stel u eens voor dat die ogen niet afgebeeld zouden zijn. Of hou er een stukje papier voor en kijk dan nog eens. De ziel is weg en uw ziel wordt amper nog of zelfs helemaal niet geraakt. Misschien wel daarom worden misdadigers met een balkje voor hun ogen afgebeeld. We mochten eens gaan denken dat ze een ziel hebben. Maar voor het zover is, blijft u nog even rustig staan. U mag straks echt gaan kijken, maar hier is het nog niet gedaan. Dus sluit uw ogen en betracht wat stilte bovendien, want het oor wil ook wat. Tja, dat zul je altijd zien. Realize the fleeting finality of life.
Besloten een rivier in te lopen. En dat heeft me heel veel gedaan. En ik ging nadenken, op het moment dat hij daar aan de oever van die rivier stond, wat had er ook door zijn hoofd kunnen gaan, waardoor hij misschien een andere keuze had gemaakt.
misschien als u het nog een keer naleest, herkent u dat. Het volgende nummer willen we weer positief afsluiten. We begonnen heel vrolijk en we gingen naar de diepte van de rivier. Nu komen we hopelijk ergens in het midden uit. Dit nummer gaat over hoe als je een verlies te verwerken hebt, je daar samen met goede vrienden of geliefden uitkomt. En het zegt eigenlijk, kijk niet zoveel terug naar het verleden, ik ben hier en nu, ik ben hier met jou. En deel je emoties met mij en hou ook van mij. Ja, liefdesliedjes doen we ook aan. Alright. Go on with me, oh, cherish.
laten zien. En kijkt u de beelden en schilderijen vooral heel goed aan. Doe dat ook met de kunstenaars en met elkaar. En daarbij wens ik u van harte een bijzondere ervaring toe. Wanneer je diep in ogen kijkt, dan vind je wat jou prachtig hield. Je leven wordt intens verrijkt met stukjes van jouw spiegelbeeld. Veel plezier. Ze rondlopen met lekkere hapjes en drankjes, dus laat ze vooral niet aan jullie voorbij gaan, want ze zijn heel erg lekker. Ja.
Nee, ik weet niet of die weer degene was. Oké, ja. Ja, weet je. Jij niet. Nee. Ja, ik ben niet zo. Ik heb het gevoel dat ik hier niet in staat heb. Ik weet precies waar ik hier op de kamer. Tot ziens. Tot ziens, hè. Ja. Hallo. 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 Wat blijft? Ja. Het is mijn werk. Kunst. Ik zie jou.
Ja. Op plat leggen en dan erin steken en dan... Ja, dat gaat ook bijna niet.